Het zit opeens op je lip, een rood plekje met blaasjes die gevuld zijn met vreemd vocht. Dat boeltje kan jeuken, tintelen of pijn doen. Wat kijk je echt zip? Het is gewoon een koortslip. De officiële naam van de koortslip is herpes labialis. Dat virus zit in het vocht van die blaasjes en je kan dat zo doorgeven, bijvoorbeeld door te knuffelen. Of als je beker uitleent, als je het virus als kleuter krijgt, zit het de rest van je leven aan vast. Je hebt dan niet voortdurend een koortslip, maar die kan wel allerlei momenten opspelen. Door koorts, verkoudheid, menstruatie, zonlicht of bij stress, zoals wanneer je gaat trouwen. En op de foto moet, ja hoor, dan zit je er de echt van het leven aan vast. Gelukkig kan een koortslip weinig kwaad. Wel kan het virus via je handen bij je ogen komen. Dan krijg je een oogontsteking op de loer. Om jezelf en anderen niet te besmetten, moet je de plekken niet aan. Was je handen met water en zeep, gebruik alleen je eigen spullen. Service goed, de komende 10 dagen maar niet even knullen of zoenen. Ja, duurt lang hè, duurt lang.